Robin Kensenhuis, directeur van het projectontwikkeling en bouwbedrijf Kensenhuis NV, is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter in de kwestie beslaglegging verkavelingsproject Quata. De rechter heeft afgelopen donderdag besloten dat de tegenpartij het beslag op het terrein mag opheffen bij het glies. Kensenhuis stapte eerder naar de rechter om beslag te laten leggen op de gronden waarvoor zijn bedrijf betaald heeft en op geïnvesteerd heeft. Het bedrijf heeft naar zijn zeggen in dit project tussen de 4 en 5 miljoen euro geïnvesteerd. Kensenhuis deed het verzoek tot beslaglegging nadat de verkopers, familie Van Engel, de grond niet zoals in de koop- en verkoopovereenkomst is afgesproken konden leveren. Familieleden van de familie Van Engel, waar Kensenhuis NV geen zaken mee heeft gedaan en niet voorkomen in de scheiding en deling van de rechtbank, hebben afgelopen donderdag toestemming gehad om het beslag eraf te halen bij het glis. Echter geeft Kenseneus de hoop niet op. Hij zegt dat zijn bedrijf gewoon op het definitieve vonnis van 14 januari 2020 wacht, waar besloten zal worden of de familie waar het bedrijf zaken mee heeft gedaan aansprakelijk gesteld zal worden. Als dat het geval is, zullen zij volgens de directeur van Kenseneus NV de gronden terug moeten geven of anders de gelden die zijn betaald en geïnvesteerd door het bedrijf en haar klanten terugbetalen. Te na definitieve vonnis zal het bedrijf eind januari 2020 een bijeenkomst hebben met haar klanten om hen verder te informeren.